Stef, Fischat, 3-2 overwinning uit bij Meersen. Jij moest vandaag Bert Ruijs vervangen wegens ziekte. Hoe is jou de wedstrijd? Kan je daar iets over vertellen? De wedstrijd, ja. Tuurlijk, ik hoorde vanmorgen dat Bert definitief ziek was. Dus dat ik hem moest overnemen. Het zat er al een klein beetje aan te komen. De laatste dagen was hij al behoorlijk ziek. Dus ik had al wat voorbereiding kunnen doen. Dus vanmorgen was het spullen bij elkaar pakken. Laatste check dat alles klopt. Dus hebben, in principe, de spelers hebben het denk ik weinig van gemerkt. In die zin dat ik gewoon hetzelfde heb gedaan als wat de trainer voor de wedstrijd doet. En al met al, als je dan zo'n wedstrijd winnend af weet te sluiten, dan geeft het voor mij wel een goed gevoel. Ja, dat klopt. Eerste kwartiertje was eigenlijk een gelijk opgaande strijd. En na die 1-0 en die 2-0, ja, Meers had eigenlijk, niets meer te vertellen. Udi was heer en meester. Dan starten we heel goed in die tweede helft, 3-0. En dan komt heel onverwachts die 3-1 en die 3-2. En dan wordt het in de slotfase alsnog billen knijpen. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we echt goed aan de wedstrijd begonnen. Eigenlijk gingen we een beetje erop door waar we vorige week al aan waren begonnen eigenlijk. Het goed voetballen van achteruit. Dat kunnen we vandaag weer. Dat we eigenlijk met druk zetten moeilijk grip op ons had, dat we er goed onderuit speelden. Alleen vorige week ontbrak het wat in de laatste fase, de bezetting voor de goal, de eindpaas. Dan vond ik dat vandaag wel een stukje beter was dan vorige week, waardoor we ook twee doelpunten scoren in de eerste helft. Nou, dan geef je inderdaad in de rust aan van we moeten bij elkaar blijven, niet te veel weggeven. En proberen 3-0 te maken, dan is het als, zo goed als over. En dat gebeurt, we maken de 3-0. Maar dan eigenlijk uit de niks, vanuit een corner die tussen iedereen doorgaat, of misschien dan iemand van ons hem aan heeft geraakt, maken we de 3-1. Nou, dan weet je dat er wat extra druk op komt. We krijgen toch nog een aantal kansen om de score naar 4-1 te brengen. Benutten we niet. En dan, ik weet het niet, 10 minuten voor het einde ongeveer, denk ik. De situatie bij ons in de 5 meter. Waarbij wij de bal niet goed wegwerken en die er alsnog invalt, 3-2, met nog een aantal minuten te spelen. Ja, ja, dat was in de 88ste minuut. 88ste minuut, oké. Okay. Ja. Nou ja, met blessuretijd nog erbij, dan moet je toch nog een minuutje of 6, 7 zien vol te houden. We spelen alles of niks. Dus dan is het gewoon billen knijpen. Maar blij dat we uiteindelijk de overwinning op de streep hebben getrokken. Jammer dat we niet eerder beslist hebben om de kansen hebben gehad. Ja, dat vind ik ook. We hadden 4-1 kunnen maken. Maar ik vraag me eigenlijk nog steeds af wat er eindelijk in achterin wat daarna fout ging. Die eerste goal van hun, die 3-1, dacht ik dat er een overtreding aan vooraf ging. Maar goed, dat doet hij niet. En ik dacht dat Dick Smits die bal niet erg goed wegwerkte. En bij die 3-2 was het, dacht ik, Rinke Pennings. Ja, om het precies te weten zou ik... Niet dat ik daar schuldige mensen wil aanwijzen, maar... Nee, precies. Nee, maar ik heb precies de goals niet meer op het net verliezen. Zou ik op beeld terug moeten kijken, dan kun je precies aanwijzen waar ligt de oorzaak van die goal. De eerste was dan de corner die door iedereen heen gaat. De tweede bal wilden wij geloof ik nog in de 5 meter terugkomen op de keeper. Wellicht dat de keeper misschien al moeten komen. Maar daar zou ik op beeld terug moeten kijken. Het heeft geen zin om nu schuldigen aan te wijzen. Daar gaat het ook niet om. Nee, zeker niet. Nee, maar goed, ik heb je net al gefeliciteerd. Eerste overwinning, eerste uitoverwinning tegen een Limburgse ploeg. Volgende week weer tegen een Limburgse ploeg. Nou, ik zou zeggen succes en dan pakken we ook 3 punten. Of we, jullie. Ja, daar gaan we wel voor. Ja, zeker. Dankjewel.